Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Twee weken geleden toen kwamen de eerste bedrijven met de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal. Van dit jaar, dat waren toen nog vooral banken en andere soorten bedrijven. Maar eigenlijk sinds deze week, sinds gisteren, zijn het juist de techbedrijven die met hun cijfers komen. En dat is heel belangrijk om naar te gaan kijken, omdat juist deze techbedrijven, deze vijf grootste aandelen, ongeveer een kwart van de hele Amerikaanse beurs eigenlijk vertegenwoordigen. In deze video wil ik dan gaan kijken naar Microsoft en Google. Beide bedrijven kwamen gisteren met hun cijfers. En bij beide bedrijven was zowel de winst als de omzet ook uh, minder dan het analisten hadden verwacht. En zijn deze cijfers nou echt zo slecht, of zaten de analisten er gewoon langs? Wat zeggen deze cijfers eigenlijk? Nou, daar wil ik naar gaan kijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Laten we dan beginnen met Microsoft. En Microsoft heeft het over het vierde kwartaal, um, maar dat is eigenlijk dus het afgelopen kwartaal. En dat zijn ander. Uh, ja, boekjaar hebben dat het een kalenderjaar is. Zij sluiten ook het, jaar, het fiscale jaar af halverwege het jaar. Gaan we, kijken gaan we beginnen met de, de samenvatting in principe. Je we bijvoorbeeld de omzet. 51,9 miljard in het afgelopen kwartaal. Dat is 12% meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. En dit had 16% meer kunnen zijn als je niet uh, ja, de valuta-dingen zeg maar, hetzelfde zijn gebleven. Dit lezen we dadelijk heel veel bij Microsoft. Ook trouwens bij Google, dat valuta en vooral dus de dollar-euro-koers, die is natuurlijk de laatste tijd heel erg veranderd. Um, heel erg nadelig veranderd voor dit soort bedrijven, omdat zij heel veel van hun, um, van hun omzet en dus ook uiteindelijk winst halen, bijvoorbeeld in euro's. Daarom laat ze het nu extra goed zien. Normaal zie je dit ook wel terugkomen. Is het misschien een procentverschil? Hier zien we nu inmiddels al 4% verschil. Kijken we naar de verschillende onderdelen. Dan zien we dat cloud het grootste onderdeel is. Met 20,9 miljard een groei van 20% ten opzichte van vorig jaar. Met die valuta had het zelfs 25% kunnen zijn. Daarna komt productivity en business processes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan office producten die hier binnenvallen. Is met 13% gegroeid. En met een hele kleine groei van 2% is het de more personal computing. Maar altijd ook nog voor 14,4 miljard aan omzet. Dus Behoorlijk wat grote dingen, maar cloud is inmiddels het grootste en waarschijnlijk ook het meest winstgevende onderdeel van het bedrijf. Kijken we naar die marges, nou ze houden 35,4% over aan um, gross margin, aan bruto marge. Ook een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar. En wat houdt het in? Bijna 70% aan bruto marge, wordt uiteindelijk 40% aan operating uh, income percentage, oftewel van die 51, 52 miljard aan omzet. Houden ze in principe uh, 20 miljard over aan uh, operating income. Daar gaat nog belasting van af. Blijft er net geen 17 miljard over. Oftewel 2,23 dollar per aandeel. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Had 8% kunnen zijn met die valuta als die er niet was geweest. Die verschillen. Dus een behoorlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar. Waarom zijn ze dan toch minder dan het analisten hadden verwacht? Nou, de Analisten zaten misschien toch hoger in de verwachtingen. Microsoft heeft eerder al aangegeven dat het waarschijnlijk wat tegen ging vallen. Zeker ook vanwege die valuta. Nou, dat zien we hier nu terugkomen. Uh, maar ga je dus kijken. Het is slechter dan de verwachtingen van analisten. Maar altijd nog een behoorlijk, ja, in ieder geval qua omzet, een behoorlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar. En ook de winst is gewoon weer een paar procent beter dan diezelfde periode vorig jaar. Dus gewoon toch wel een verbetering. Dat die valuta dus zo'n probleem is, zien we ook in deze sheet. En ook in de paar volgende sheets wordt heel erg op ingegaan. Op die FX, oftewel die valuta-impact die er is. Ze zeggen ook eerder van, we hadden eerst dit misschien gezegd, dat dit onze verwachtingen waren. Maar toen kwam die valuta-impact in mei bijvoorbeeld, had bijvoorbeeld dit effect. Toen was het uiteindelijk hebben het bijgesteld, kwam er wederom in juni nog negatievere dingen. En dat heeft ervoor gezorgd dat nu onze verwachtingen die we eerder zelf hadden aangegeven, dat we die misschien niet hebben gehaald. Of misschien jullie verwachtingen niet hebben gehaald. Um, je ziet dat ze hier heel erg op ingaan, omdat dit toch wel belangrijk is. Lijkt vanuit Microsoft dat ze, dat ze willen uitleggen waardoor die verschillen komen. Omdat dit waarschijnlijk ook de eerste keer is in misschien wel vijf jaar tijd. dat ze een keer niet aan de verwachtingen hebben voldaan. En dat ze niet meteen hard worden afgestraft als andere techbedrijven. omdat in ieder geval een keertje wat tegen zit, lijkt het dan. Dus daar gaan ze heel erg op in. Ze gaan al die dingen die impact hebben ook heel goed uitleggen, misschien wel heel erg uitgebreid uitleggen. We zien bijvoorbeeld die valutadingen hebben een impact van 600 miljoen, oftewel 4 cent per aandeel, wat dat scheelt aan winst per aandeel. We zien ook dat de lockdowns in China hebben gezorgd dat natuurlijk um, ja, producten minder zijn gekomen, duurder is geworden, dat heeft 300 miljoen gekost bijvoorbeeld. We zien dat er 100 miljoen minder is aan um, advertentieinkomsten bij bijvoorbeeld LinkedIn de oorlog in Oekraïne heeft ook gezorgd dat ze extra kosten moesten maken omdat ze zich terug hebben getrokken uit Rusland bijvoorbeeld. Um, heeft allemaal extra kosten met in dit geval 126 miljoen. Al dat soort dingen kost niet alleen geld, het gaat ook ten koste van je winst. En zeker ook ten koste uh, van je omzet. Dus uh, ze willen heel duidelijk uitleggen waarom dat is en dat het waarschijnlijk. Ja, buiten hun eigen invloed is... en dat het waarschijnlijk ook alleen voor de korte termijn is bijvoorbeeld. Kijken we dan naar de meer positieve punten, de highlights... dan gaat het vooral ook, um, en wat mij vooral opvalt... is de Microsoft Cloud Revenue, de omzet van de clouddiensten... die ging van 19,5 miljard naar inmiddels 25 miljard... Een toename lezen we hier ook van 28% ten opzichte van vorig jaar. Het is het eerste kwartaal dat ze dit hebben gehaald, die 25 miljard. Zoals gezegd, het grootste onderdeel. En wat we hier ook kunnen zien, ze maken hier hele goede marges op. 69% dat was van tevoren 70 of 71%. Dus een klein beetje minder marge. Maar dat leggen ze hieronder ook uit. Um, dat heeft er onder andere ook mee te maken dat dingen nu anders worden ingedeeld. Of andere investeringen. Dus op dit moment is het eventjes minder. Als we dat niet meerekenen was het zelfs verbeterd geweest. Dat het goed gaat met het bedrijf, dat de cijfers eigenlijk best wel goed zijn, lezen we ook uh, op heel veel punten hier in deze sheet. Ze hebben heel veel geld teruggegeven aan aandeelhouders. In totaal nu zo'n 12,4 miljard. Ten opzichte van vorig jaar is dat 19% meer. Een onderdeel, uh, bijna 8 miljard daarvan, komt omdat ze eigen aandelen hebben opgekocht. Dus de winst wordt verdeeld over minder aandelen. Dus de winst per aandeel gaat omhoog. Dat is interessant als aandeelhouder, zijnde. En ze hebben ook nog eens 4,6 miljard uitgekeerd aan dividend. Niet alleen gaat de, uh, de omzet omhoog, ook de kosten nemen toe met zo'n 14%. Waren nu zo'n 15 miljard. We lezen dat ze 18% belasting betalen uiteindelijk. Dat ze nog steeds investeren in allerhande dingen. Maar waar we eerder keken naar de net inkomsten, de netto winst, um, is dat een. Een cijfer dat bijvoorbeeld beïnvloedbaar is door boekhoudkundige dingen, door uitgaves, door investeringen die je doet. Daarom is het vooral interessant om te kijken naar de cashflow of naar de free cashflow, omdat dat dingen zijn die je niet kunt beïnvloeden. Je ziet hier vooral uh, de cashflow van operations: 24,6 miljard, 8% meer cashflow dan vorig jaar, vooral gedreven door bijvoorbeeld cloud. En we zien de free cash flow, die was bijna 18 miljard. En dat was 9% meer dan vorig jaar. Dus als we gaan kijken op basis van deze cijfers, gaat het gewoon heel erg goed met het bedrijf. Kijken naar de verschillende onderdelen, dan zien we dat in deze sheet. We zien eigenlijk heel veel dingen die toenemen. Office producten voor zakelijk gebruik neemt toe met 9%. Um, ook voor uh, consumenten neemt toe. LinkedIn omzet, 26% in de plus. We zien ook dat er onderdelen zijn die wat minder doen. Dat was vorig jaar ook al zo. Uh, vorige kwartalen ook al zo. Windows neemt af met 2%. Xbox neemt af met nu zo'n 6%. Dat heeft natuurlijk, denk ik, vooral te maken met. Uh, vorig jaar hadden we een lockdown. Gingen mensen, gingen mensen waarschijnlijk juist een Xbox kopen, gingen spellen kopen, gingen content kopen. Die tijd is voorbij. We hebben op heel veel plekken geen lockdowns meer. Mensen kunnen hun tijd anders besteden. En dit zijn natuurlijk de dingen die je doet in je vrije tijd. En daar zijn nu meer opties voor. Terwijl dit juist dingen zijn die je zakelijk vaak doet. En dat is natuurlijk wel een beetje gelijk gebleven. Je kunt natuurlijk nog veel meer informatie terugvinden over al die onderdelen in de, ja, de sheets die eigenlijk hierna nog volgen. Dus ga vooral als je daarin geïnteresseerd bent. Vooral zelf even dit bestand opzoeken en bladeren er even doorheen. Maar hoe zit het dan met de waardering van het bedrijf van Microsoft, het aandeel? Dan nou, gaan we kijken naar beleggertools, maar dan naar het waarderingstabblad. Dan heb ik hier zelf een aanname gemaakt voor de komende vijf jaar. Uh, in het eerste geval 8% omzetgroei per jaar, 10% of 12%. We zagen dat ze afgelopen jaar uh, 16% zonder valuta hadden gedaan, 13% met dus... Gaan we dat even uit van het meest gunstige geval? Het wordt natuurlijk wel steeds lastiger om als grootbedrijf zijnde te groeien. De netto winstmarges, 26 tot 30 procent. Vorig jaar was beter, maar was misschien ook een andere periode. Laten we vooral weer vaak uitgaan van die 5-jaars samen met een beetje met de 10-jaars we zien ook de free cashflow, 30, 31, 32 procent. Ze kopen eigen aandelen op. Dat denk ik dat ze ook blijven doen in de toekomst. Ze keren dividend uit en dat groeit ook ieder jaar. Ik ben uitgegaan van 5 tot 9 procent per jaar. Dan komen we bij een PI /E multiple. Op dit moment zo'n 26. Dat is denk ik wat hoog, zeker voor de lange termijn. Dan moeten we vooral bij dit soort groeipercentages gaan kijken. Naar 15, 18 of 21 denk ik. 12% gewenst rendement omdat ik een specifiek aandeel kies... meer risico aangaat dan de breedgespreide markt. En daardoor ook weer iets meer rendement graag zou willen zien. En een groei van 3% na die 5 jaar. Klikken we op analyseer, scrollen we naar beneden. Zien we dat de koers op dit moment zo'n 250, 52 dollar is. Um, volgens mij inmiddels iets anders... omdat na, na beurs gisteren, nadat die cijfers bekend zijn geworden... het juist weer iets omhoog is gegaan. Maar wat we zouden willen betalen... In, het, in de base case zou rond de 130 dollar zijn. In de pool case zou dat misschien gemiddeld op 160 dollar uitkomen. Dat betekent toch wel dat het heel goed gaat met het bedrijf. omdat dat het ook bedrijf hoog gewaardeerd is. En in ieder geval... Als we dat rendement van 12% willen maken, dat het waarschijnlijk nu op dit moment de koers nog niet interessant is om in te stappen. Maar dat zijn mijn verwachtingen. Laat ook vooral weten in de reacties onder deze video wat jij denkt van het aandeel. En bij welke koers jij eventueel zou willen instappen. En vooral ook waarom je bij die koers zou willen instappen. Laten we dan gaan kijken vervolgens naar de cijfers van uh, Google. Oftewel Alphabet. Dat kwam gisteravond ook met cijfers. Um, ook hier zien we dat ze toevallig laatst nog gesplit zijn. Dus het aandeel is nu voor veel meer investeerders bereikbaar... omdat ze zo rond de 100 dollar zit op dit moment. Van tevoren zat het zo rond de 2000 dollar per aandeel. Um, gaan we kijken naar die cijfers. Bijvoorbeeld naar de omzet, de revenues. Die zijn vorig jaar was dat bijna 62 miljard. Nu is dat bijna 70 miljard. Oftewel een toename van zo'n 13 procent. Maar ook hier lezen we wederom... ze gaan daar heel erg op in, net zoals Microsoft... Als we gaan kijken naar die valuta impact die, het, uh, die er is geweest de laatste tijd, had dit ook zonder die valutaverschillen juist een groei van 16% kunnen zijn. Wat we dan zien is dat dus best wel flinke toename is met 13%, zeker ook met dit soort ja, omzetten per kwartaal. Een best wel groot bedrijf weet ze alsnog best wel flink te groeien, maar dat zien we niet per se terug in de operating income, oftewel de winst die ze maken uit de operaties die ze doen uit de activiteiten die ze doen, want die is ongeveer gelijk gebleven op zo'n 19,5 miljard. En dat zien we ook terug in de marge die ze maken. Die is achteruit gegaan, was dat vorig jaar nog 31% marge, is dat nu 28% marge. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat ze 16 miljard euro dollar winst hadden afgelopen kwartaal. Dat is 2,5 miljard minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En dat vertaalt zich ook terug in de winst per aandeel die is teruggelopen van 1$36 naar 1$21 ook wederom minder dan analisten hadden gedacht, minder omzet dan analisten hadden gedacht, minder winst dan dat analisten hadden gedacht, maar uiteindelijk het aandeel stond na beurs wel in de plus dus de beleggers waren in ieder geval wel blij met de cijfers die ze lieten zien. Kijken we verder naar die cijfers, naar de verschillende onderdelen van het bedrijf van Alphabet of Google... ...dan is Google Search zien we groeien naar zo'n 41 miljard. Oftewel een plusje van uh, zo'n 13%, een behoorlijke plus dus eigenlijk. Ook YouTube is gegroeid met zo'n 9% naar 7,3 miljard. Het Google-netwerk groeit ook en in totaal... Alle omzet uit de advertising uit de reclameinkomsten is van 50,4 naar 56,3 miljard gegaan. Oftewel een plus van zo'n 9% ten opzichte van vorig jaar. Ook hier zien we, net zoals bij Microsoft. Dat het juist het cloud gedeelte is, dat het heel erg goed doet. Van 4,6 miljard naar 6,3 miljard. Oftewel zo'n 35% plus in het afgelopen jaar een heel erg grote verbetering. En zoals we eerder dus al zagen zien we de omzet toenemen van zo'n 62 miljard vorig jaar naar nu bijna 70 miljard. Best wel veel toename in omzet, maar dat hebben ze ook wel nodig, want dan ga je kijken naar het aantal uh, medewerkers dat ze hebben. Dat is ook toegenomen met zo'n 30.000 het afgelopen jaar. Al die medewerkers moeten ook betaald worden, dus je hebt eigenlijk ook meer omzet nodig om toch die mensen te betalen, zonder dat het ten koste gaat van je winst uiteindelijk. Nou, hoe zit het met die winst? Nou, dat zien we hieronder terugkomen. We zagen eigenlijk net al dat het een beetje gelijk was gebleven... ten opzichte van vorig jaar, terwijl eigenlijk de omzet wel is toegenomen. Dus dat betekent gewoon dat er meer kosten zijn gemaakt. We zien dat de services, dat daar ongeveer hetzelfde op wordt verdiend. Iets meer, maar dat er juist op heel veel andere dingen geld op wordt verloren. We zien het ook tussen haakjes staan, dat zijn minbedragen. Cloud wordt minder op verdiend. de marges zijn goed... Maar op dit moment wordt er nog geen geld aan verdiend. Er wordt nog heel veel geïnvesteerd in cloud. Other bets, dat zijn vooral kleine projecten die ze hebben. die ze hopen dat in de toekomst geld opleveren. Dat is nu van nu nog niet zo geweest. Dus uiteindelijk heeft al die extra omzet. Heeft niet gezorgd dus voor extra winst. of winst wel een klein beetje extra winst. Maar niet in dezelfde proportie, omdat we juist ook zagen dat de marge juist is afgenomen, afgenomen het laatste jaar. Dat die marge is afgenomen, oftewel dat de kosten waarschijnlijk ook zijn toegenomen, zien we hier dan juist wel goed in, uh, terugkomen in de income statement. Vorig jaar dus die 62 miljard. De kosten van die omzet waren 26 miljard. Nu zien we dat het 70 miljard. Maar ook dat de kosten zijn toegenomen met 4 miljard. Dat er meerdere kosten zijn toegenomen. Vorig jaar waren uiteindelijk alle kosten. Waren 42,5 miljard. Nu is dat 50,2 miljard. Dus behoorlijke toename van die kosten. En dat zorgde dus voor, zoals gezegd, dat we misschien wel meer, win meer omzet hadden. Maar omdat de kosten zijn toegenomen, dat de winst eigenlijk hetzelfde is gebleven. Of eigenlijk zelfs is afgenomen, zien we hier ook wel. Informatie voor de earnings call is nog niet beschikbaar voor Google. Dus laten we dan meteen maar gaan kijken naar een waardering op dit moment. Mijn waardering voor het aandeel. Ben ik uitgegaan van tussen de 8 en 16 procent groei voor de komende 5 jaar op dit moment? Um, een PI-ratio e. uiteindelijk van 15, 18 en 21 met een gewenst rendement van 12 procent. Klikken we op analyseer, scrollen we naar beneden. Zien we bij de huidige koers van 105 uh, dollar dat het nog niet echt interessant is. Tenminste, niet met mijn verwachtingen en mijn gewenste rendement. Denk je dat het bedrijf bijvoorbeeld. Uh, 10 jaar lang dit vol weten houden en ben jij tevreden met 10% per jaar, kunnen we ook aanpassen en dan opnieuw analyseren, dan ziet het er in één keer heel anders uit. Dus het is vooral afhankelijk van wat jouw verwachtingen zijn, of het bij deze koers al interessant is. En laat ook vooral weten wat, wat jij denkt van het aandeel Alphabet, oftewel Google. Vind je het interessant bij deze koers of juist niet? En waarom vind je dat? En laat dat dus weten in de reacties onder deze video. En tot zover eigenlijk de cijfers van beide bedrijven. Je ziet dat ze niet hebben voldaan aan de verwachtingen van analisten, maar dat het natuurlijk vooral halen ze zelf ook aan. Heel veel komt door de impact van valuta, van de oorlog. Uh, dat dat allemaal impact heeft op de omzet, maar zeker ook op de winst van beide bedrijven. Terwijl als je gaat kijken vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden, zien we bij beide bedrijven toch wel een flinke groei. Dus het is eigenlijk maar net hoe jij kijkt naar deze cijfers. Analisten vonden het misschien wat tegenvallen, maar misschien hadden die ook wel te hoge verwachtingen. Zelf vind ik dat het best wel positief is, zeker bij de huidige marktomstandigheden. Maar laat dus ook vooral weten wat jij denkt in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het eind gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Dan ben je nog niet geabonneerd op het kanaal. Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.